Hoi, dit is een basislesje programmeren op de Arduino. De Arduino heeft een programmeertaal die een uitbreiding is van de bestaande programmeertaal C en maakt gebruik, zoals elke programmeertaal, van functies en variabelen. Het is heel belangrijk dat je weet wat dat zijn en hoe je die declareert. Nou, zoals gezegd, het is een basisles, dus als dit gesneden koek voor je is, dan zal dit filmpje je niet zoveel nieuws vertellen, maar als het nieuw is, dan zeker wel. Even terug naar de definitie van een functie. Die is eigenlijk een aantal operaties of één operatie die je uitvoert. En vaak heb je input, de functie doet er wat mee en dan krijg je output. En een heel simpel voorbeeld van zo'n functie is een verdubbelfunctie. Ik heb hem hier op de wiskundige manier opgeschreven. Dus dit is een schrijfwijze die je waarschijnlijk al kent. Je hebt de functienaam, die noem ik hier f. Hij neemt een variabele mee. Variabele noemt hier x. Die zetten we tussen haakjes. Dan weten we dat is wat die functie nodig heeft. En dan is en dan wat het doet. Twee keer x in dit geval. Dus die variabele, dat mag van alles zijn. Daarom heet het ook een variabele. Kan een 2 zijn, dan krijg je 4. Maar het kan ook een 6 zijn, dan krijg je 12, et cetera. Als je zo'n functie zou willen maken voor de Arduino, dan moet je dus eigenlijk dus wat hieronder staat, die fx is 2x, zo netjes kunnen opschrijven dat de Arduino het begrijpt. Of eigenlijk dat je computer het kan vertalen naar iets wat de Arduino begrijpt. Hier staat het dan. We hebben hier de functie. Ik heb hem een lange naam gegeven. Nou is het wel aan te raden om eigenlijk voor Engelse namen te kiezen, omdat de Engelse programmeertaal, of tenminste dat de programmeertaal zelf ook gebruik maakt van Engels. Kijk maar naar dit woord, al hier. Nou, ik heb nu in het voorbeeld even Nederlands gebruikt, verdubbel. En niet F, want we willen, als we onze programmeercode straks terugzien, snappen wat er staat. En dan is het juist beter om te kiezen voor iets wat langer en duidelijker is dan voor alleen maar hele korte schrijfwijze. Nou, dan haakje openen, dat kennen we, ook een haakje sluiten uiteraard. En hier dan de x, de variabele. Je ziet dat ik hier nog int voor heb gezet en dat staat ook voor die int, voor die x. En int is een afkorting voor integer. En integer is een geheel getal. Dus eigenlijk is dat zeg je hier, mijn functie die maakt gebruik of die levert een geheel getal op. En hij heeft ook een geheel getal nodig. Want de functie kan bijvoorbeeld ook met een karakter werken. Dus een letter of een woord, wat we een string noemen. Of een komma getal, een rationeel getal. En hier zeg ik dat deze verdubbelfunctie alleen maar werkt met integers. Wat op zich natuurlijk niet hoeft met verdubbelen, maar in deze declaratie is dat zo. Dus het kan zijn een min 12 of plus 1 of plus 36 of wat dan ook. Nou, dan gaan we tegen de computer zeggen van dit is de naam van de functie. En nu komt eigenlijk het zogenaamde is-teken. Hier zie je de declaratie van, of dat je tegen de computer zegt, nu begin ik met de functie en hier stop ik met de functie. En dan, hij moet iets retourneren zogezegd, hij moet een waarde teruggeven. En de waarde die hij hier teruggeeft, dat is 2 keer x. En dus zie je dat we dat sterretje gebruiken voor vermenigvuldiging. Ook belangrijk is om een regeltekst, of een declaratie, af te sluiten en die afsluiting die gaat met deze punt komma hier zo. Die zie je aan het eind van zo'n beetje elke zin. Je ziet het alleen hier niet aan het, bij het begin en het einde van een declaratie van een functie. Oké, dus die punt komma is ook belangrijk, die komt steeds terug. We gaan eens even kijken naar een andere situatie, een andere toepassing, een andere functie. Het lijkt er heel erg op. We hebben hier een functie seconde naar milliseconde. Het kan handig zijn omdat je in Arduino, als je daar iets met tijd doet, dat hij dan vraagt dat hij dan gebruik maakt van tijden in milliseconden.
en misschien vind jij het handiger of beter leesbaar als hij het in seconden geeft, dan zou je een functie voor kunnen maken, wat dan ook. Nou, hier heb ik hem weer F genoemd. Ga ik straks natuurlijk een andere naam geven. En die is 1000 keer X. Hoe ziet dat er dan uit? Nou, hier, we hebben een int, want hij levert een int op. Seconden en milliseconden. Hij neemt X als argument mee. En dan ga ik je openen. Accolade openen. En dan return 1000 keer X. Even aan het schuiven. Om het juiste in beeld te krijgen. Nou, waarom heb ik zo'n lange naam gekozen? Dat antwoord weet je waarschijnlijk al. Dat is omdat het dan herkenbaar is wat zo'n functie doet. En ik wou nog even aanwijzen hoe je zo'n naam dan opschrijft. Hè. Dit is, je zou dit ook wel korter kunnen opschrijven. Hè. Sec naar millis of zoiets. Maar hier heb ik even voor helemaal uitschrijven gekozen. En je ziet hier een hoofdletter en hier een hoofdletter. En dat is een conventie van het schrijven van hoofdletters die een naam heeft en veel gebruikt wordt. En die naam, dat is camel case. Dus je hebt, ja, dat zijn de bulten, dat zijn de hoofdletters die midden in het woord verschijnen. En het is goed om daar gebruik van te maken, want dat doet de rest van de wereld ook. Oké. Okay. Nu nog één opmerking. Die return statement, dus het zeggen van retourneer dit, die zorgt er eigenlijk altijd voor dat die functie ophoudt. Dus van ik geef dit terug en ik ben klaar. En het is daarom eigenlijk handig om die return statement altijd aan het einde van je functie te doen en daar geen bewerkingen meer bij te doen. Ik zal even laten zien wat ik bedoel. Ja, die eerste functie, dus dat verdubbelen, die heb ik anders opgeschreven hier zo. En hierdoor wordt het wat omslachtiger. Maar we hebben hier wel dat we altijd eindigen met dezelfde regel. Of tenminste, dat we eindigen met diezelfde regel, namelijk return result. Wat doe ik? Ik definieer hier een variabele. En die variabele bestaat zolang de functie hier bezig is. En die moet hetzelfde type zijn uiteraard als wat mijn functie zelf teruggeeft. En die noem ik result. En dan zet ik in die variabele result 2 keer x. En dan retourneer ik result. Dus return result, dat is dan een overzichtelijk einde van zo'n functie. Je weet dat die daar klaar is. Nou, wanneer is dat nou ook echt wat handiger? Hoe ingewikkelder wordt, hoe handiger het is om je daaraan te houden. Hier even een niet hele ingewikkelde, maar wel een iets ingewikkeldere functie. Er zit een voorwaardelijkheid in. Deze functie die geeft het maximum van twee integers terug. Maximum van x en y. En nou wil ik hier niet twee keer return erin zetten. Dat hij return het een of return het ander doet. Maar ik wil dat hij gewoon afsluit met return result. En nou, wat doet hij? We hebben hier x en y worden meegegeven. Als y groter is dan x, dan wil ik dat mijn resultaat y wordt. En als ze gelijk zijn of dat x groter is, dan wil ik dat x mijn resultaat wordt. En hier hebben we dan het retourneren van het uiteindelijke resultaat. Dus dat is, vinden we, overzichtelijker. Goed, dan hebben we nog één type functie wat ik wil benoemen. We hebben hier dus eentje die een geheel getal oplevert. Net als die andere twee. Nu even een anders type functie. Eigenlijk is een functie een verzameling van declaraties of van opdrachten die je meegeeft die je vaker terug laat komen. Bijvoorbeeld als je een wandelend robotje hebt, dan wil je kunnen zeggen dat hij een stap moet zetten. En bij het zetten van een stap moeten we misschien wel drie motoren draaien en die moeten allemaal zo hun eigen beweging uitvoeren. Misschien moet er zelfs nog wel ergens met input een soort van evenwichtsorgaan uitgelezen worden en gebruikt worden. Dus zo'n stap zetten kan bestaan uit een heleboel verschillende commandootjes. En als je vaker zo'n stap moet zetten, dan is het prettig om dan gewoon te kunnen zeggen zet een stap en niet de hele tijd al die commandootjes opnieuw op te schrijven. Dus dan bundel je eigenlijk een aantal handelingen. Ik heb hier een voorbeeld van een hele simpele, die zegt zet een ledje aan.
En ja, die, wat die als input nodig heeft, is alleen maar, ik ben nu aan de beurt. Ik moet het nu doen. Dus ja, daar gaat geen integer in of geen stukje tekst of zo. En wat hij moet doen, is het aanzetten van iets en niet een getal teruggeven. Dus deze, het type wat hij oplevert, hij levert helemaal niks op. Dus hoe ziet dat er dan uit als we dat programmeren? Nou, dan zitten hier, dit is de hele functie. We hebben hier void, dat betekent dat deze functie niks oplevert. Dus er is ook geen return statement hier zo. Het is gewoon, er staat hier iets anders, maar niks met return. Dus void, leegte in het Nederlands, betekent dat hij niks hoeft terug te geven. Niet dat hij niks doet, maar hij geeft niks, niet een waarde terug. Verder hadden we gezegd, hij heeft geen argument nodig. Hij heeft geen x nodig of wat dan ook. En dat zie je dat de haakjes hier leeg zijn. Ik moet de haakjes wel opschrijven, want anders dan weet de computer niet dat je met een functie bezig bent. We zetten er niks tussen. Nou, hebben we weer het vertrouwde haakjes of accolades openen en accolades sluiten voor de definitie van de functie. En je ziet hier dat er een bestaande functie wordt aangeroepen, die al in de Arduino-taal gedeclareerd is. Zo zijn er veel meer. En nu je ziet dat er hier dan een ledpin op hoog wordt gezet. En high is eigenlijk een constante die Arduino kent. Wordt daar allemaal in hoofdletters geschreven. En die ledpin, dat is een variabele die ergens eerder gedeclareerd moet zijn. En die, die komt dan overeen, bijvoorbeeld met pinnetje nummer 8. Als je die had, dan moet ergens eerder gezegd zijn, we hebben een int. Die is een ledpin. En die zeggen dat die 8 is. Dat is een manier om dit te doen. Dan maak je hem in één keer en dan geef je hem in één keer ook de waarde 8. Oké, dus dat is hoe je hoe een functie eruit ziet die eigenlijk niet een waarde teruggeeft. Een nieuw type functie. Oké, dat was het. Doei!